kopje koffie en een kopje thee, want hydratatie. Het is zaterdagochtend en ik heb de hele dag voor me. En ik kan zelf beslissen wat ik ga doen. Ik hoef niks. Het is echt vet lang terug dat is voorgekomen. Heb ik het gevoel in ieder geval. Ik hoef niks vandaag. Ik kan alles doen wat ik wil. Wat ga ik eens doen? Waar heb ik zin in? Ja, trouwens, het is niet helemaal waar. Want ik moet nog tekst uit mijn hoofd leren. Maar verder kan ik doen wat ik wil. Max heeft gebehangerd. En ik ga nu kijken hoe het eruit ziet. Judging time. Spannend. Katoem, katoem, katoem. Het. Kijk, het is een beetje, ja, het is zoveel mooier dan dat je nu op camera ziet, maar kraphaal ook mooi. Nou, die kraphaal is minder lelijk nu het eromheen wat beter uitziet, toch? Ja, dit is veel gezelliger. En deze wordt dan op bruin. Ja, ga ik straks even schilderen. Mooi! En hier heb je een nieuw kastje. Oh ja, hier daar. Mooi, maar we hebben nu nog een paar stukjes behang over, dus wat zullen we daar eens mee doen? Ga je dan maar lekker je boeken mee kaften. Boeken mee kaften. Alsof ik scholier ben. Ja, ben ik ook. Ja. Of we kunnen de behangpaal ermee kaften. De behangpaal? De krappaal. Ja, dat lijkt me dat een heel lang leven beschoren is. Ja. Of de kast. Ja, prachtig. Je bent zo'n goede idee. Of de tv. Ben jij interior designer? Ja. Zo, ik ga lekker schilderen. Oh. Ik had dus deze schilder bij nummers tekening gekregen van Disney. En ik ga dit nu doen. Alleen, ik vraag me af, hè, want je moet toch altijd met licht beginnen als je gaat verven of schilderen. Waarom is nummer 1 dan zwart? Zou daar een reden voor zijn? Ik vind dat dus raar. Moet ik toch gewoon maar zelf bij nummer 11 beginnen dan? Of niet? I don't know. Brengt het me toch nog stress? Ja, fuck it. Ik ga gewoon bij 1 beginnen. Ja, ik denk dat gewoon het slimst is. Nou, kopje thee, podcastje erbij. Hier heb je toch helemaal zin in? Ja, Marije, hier heb je echt zin in. Ik ben nu ongeveer een half uur bezig. Ik heb dit. En ik heb er ook gewoon heel veel stress van. Want kijk, het is een bepaald canvas. Dus het is heel moeilijk om netjes een rechte lijn te maken. En die kwastjes zijn er ook niet per se de beste. Dus kijk, het is allemaal zo wobbly en zo. En dan zit ik me de hele tijd te irriteren en slecht te voelen. Dus of ik moet ermee stoppen of ik moet accepteren dat het gewoon niet super recht en mooi en zo wordt. Waarschijnlijk zie je dat niet als je het zeg maar gewoon uitzoomt, als in als je hem gewoon zo voor je houdt. Maar nu zit ik er zo op. Boy, wat zeg jij ervan? Oh, je bent ook knap. Lekker een wandeling maken voordat het sneeuwt. Andere mensen wachten juist totdat het heeft gesneeuwd, maar nee, binnen zijn. Ja. We zitten nu te overleggen wat we gaan doen met eten, want dat is natuurlijk het belangrijkst van de dag. Uit, hoor, want dat is wel besloten. Ja, oké. In het weekend zijn we van die mensen die er eigenlijk gewoon om 3:30, 4:00 al avond eten. Ja, en dan niet zo van lekker Nederlands 5:00, nee. gewoon ruim een uur daarvoor. Ja. En dan vullen we gewoon de avond, of als je dan op een gegeven moment weer honger krijgt, dan vul je het gewoon aan met snacks. Met chocola en chips. Ja. Het is gewoon perfect eigenlijk. Wij zijn eigenlijk gewoon perfect, is wat ik zeg. Ja, ja. Maar ik zeg net tegen Max, want die zegt... Wacht, even anders beginnen. Max zegt net tegen mij, het is je enige vrije dag, dus je moet jezelf wel verwennen. Maar ik heb de hele week, omdat ik zo hard werk,
ben ik mezelf juist daarom aan het verwennen. Zeg maar, met eten bedoel ik. Nu ben ik eigenlijk gewoon de hele week al vet veel shit aan het eten en snacks. Het gaat goed. Oeh, we kunnen alweer onze avondsnack van soja, melk en slagroom doen. Ja, dat lijkt me wel. Oké, einde gesprek. Ik ben Bridgerton aan het kijken. Very late to the party. Maar ik dacht dat het gewoon niks van mij was. Omdat ik bezig ben met... Ik ben meestal niet zo van de kostuumdrama's. Maar ja, ik dacht ik waag het toch gewoon even. Want het is ook mijn vrijdag. En toen dacht ik, ik moet nog een duurzame tip van de dag hebben. En toen bedacht ik me eentje die ik laatst hoorde. Namelijk dat je... En misschien is deze bij jullie al allemaal bekend. Maar ik hoorde het voor het eerst. Dat je namelijk, als je de droger gebruikt, dat je dan een droge handdoek bij de andere dingen in de droger moet doen. Omdat je droge handdoek dan ook dingen opneemt en het dan gewoon dus sneller droog is. En je dus minder lang de droger hoeft te gebruiken. Snap je het? Ik zeg echt vet vaak droger. Want ja, het beste is natuurlijk gewoon de droger niet gebruiken. In principe kan alles wel met de hand. Of met de hand gedroogd. Jezus Marije. Gewoon in de lucht gedroogd misschien. Ja. In principe kan alles natuurlijk gewoon in de lucht gedroogd. En heb je niet een droger nodig. Maar sommige dingen zijn wel handig met de droger. Of nou ja, moet om wat voor reden dan ook wel met de droger. En las ik dus, als je een droge handdoek erbij doet, dan is het dus sneller droog. En dan is het dus minder. Ja, dan is het energiezuiniger. Ik kom niet uit mijn woorden vandaag. Ik ga even googlen of andere mensen ook deze tip zeggen. Ja, oké. Okay, ik zie echt... Oké, ik zie echt 1000 artikelen van... Met dit trucje zijn ze dubbel zo snel droog. Hoe droogt je was sneller in de droger? Oma's huishoudtips. Zeg het maar jongens. Werkt dit? Is dit inderdaad energiezuinig? Ja, dit is nog eens even quality content, hè mensen. Heb ik trouwens dit al laten zien? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb dus van mijn schoonmoeder deze gekregen. Dit mega boek van Flo met allemaal papier erin. En ik vind het al heerlijk om er doorheen te bladeren. Kijk, het is dus echt allemaal prachtige papiertjes. En stickers en aanzichtkaarten en briefpapier en inpakpapier. En ook zeg maar zo dat je dus... brieven kan schrijven en zo. Ik heb helemaal zin om brieven te schrijven nu. En er zitten allemaal dingen in. En kaarten. En nou. Het is zo leuk. Ik ben niet zo'n knutselfiguur. Maar ik vind het wel heel leuk. Vooral omdat ik misschien gewoon hele leuke herinneringen eraan heb. Maar ik weet dus niet zo goed wat ik moet knutselen. Wat moet ik knutselen? Ja, kaartjes moet ik eigenlijk ook knutselen. Dat is misschien wel gewoon het leukst. Dan kan ik weer even kaarten sturen naar mensen. Oeh, wat is dit dan? Zijn er eigenlijk ook katten in? Oké, we zijn aan het ballen gooien met Ramon. En... Ah! Paf! Goed zo! Het is echt al de derde keer dat ze hem vangt. Nou Ramon, heb ik helemaal de camera erbij gepakt en dan vang je hem niet meer. Nou, dit muurtje is nu ook bruin geschilderd, dus het is nu... Ja, de muren zijn in ieder geval klaar. Maar, oh nee, er moeten natuurlijk nog dingen worden opgehangen. We hebben nog allemaal posters en dingen die we in lijsten moeten doen. Ik heb vandaag echt zo raar gegeten trouwens. Er is echt geen touw aan vast te knopen. Morgen moet ik echt weer even gezonder doen. Ik zeg het nu, zodat ik het ook moet. Jullie zijn mijn getuigen. Oké, het is 11 uur of zo, denk ik. Dus ik... is het 11 uur? 11:30 al? Nou. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken tot morgen. Slaap lekker. Slaap lekker.